onze achtergrond, van hoe willen wij omgaan om deze stad Almelo een mooie stad van te maken. Maar wat we heel vaak opmerken is dat we over mensen praten in plaats van met mensen. Ik bedoel, kijk, of er een hogeschool moet komen, ja of nee, een universiteit, ja of nee, dat is puur hypothetisch. En ik weet niet of dat echt een onderwerp is dat heel veel nut heeft om het als jongerenraad mee over te hebben. Ik denk dat je beter kunt richten op kleine dingen, zeg maar. Nou, we hebben een jongerenraad vraag uitgezet. Wij willen namelijk als gemeenteraad, hebben wij ooit gezegd van we willen een jongerenraad in oprichting en gaan oprichten. En dat hebben we nu vanavond voor de eerste een hele bijeenkomst gehad. 20 man. Nou, wat ik nu merk na deze eerste avond, dat er inderdaad zeker de helft zegt van we willen graag meedoen. Ja, en die eerstvolgende zal bijna zal half juni zijn. En daar hebben zich nu ruim 10 mensen voor aangemeld. Nou, dat waren verschillende onderwerpen wat naar voren kwam. Maar een van de zaken was toch zeker ook wel verkeersveiligheid. Iets waar de jongeren zich zeker mee bewust van zijn. Al was het de weg naar school, onderweg, al dat soort zaken waar ze dus te maken hebben met verkeer, auto's, maar ook bijvoorbeeld borden die langs de weg staan die totaal geen nut hebben. Ze noemden van alles. Nou, misschien dat zij daar ook over na kunnen denken hoe ze dat beter willen doen. Dus dat soort zaken zijn de punten waarvan ze over na kunnen gaan denken en mee willen denken. Krijgen ze daar ook voor betaald? Daar krijgen ze niet voor betaald. Nee, het is vrijwilligerswerk. En hoe vaak komen ze dan bij elkaar? Nou, dat gaan we verder nog allemaal uitrollen. Dat is nog op dit moment nog niet helemaal inzichtelijk, want dat is ook aan hun zelf. Zij moeten zelf bepalen van hoe vaak willen we bij elkaar komen. Moeten ze dat één keer in de maand doen, één keer in de 6 weken doen, één keer per half jaar? Dat is aan hun. Zij gaan het bepalen. Maar nu mogen ze dus gevraagd en ongevraagd advies geven aan wie eigenlijk? Aan het college of aan de raad? De gemeenteraad. De gemeenteraad is niet het college, de gemeenteraad. De gemeenteraad, dat is degene die dus die vragen van de jongerenraad gaat krijgen en ook de vragen daarna gaat stellen. Is er iemand die de verbinding vormt tussen de jongerenraad en de normale raad? Nou, dat zal waarschijnlijk vanuit de participatiewerkgroep zijn. Dat zal daar iemand zijn die zich daarmee in eerste instantie mee gaat bemoeien. Wij gaan daar ook daar nog eventjes met elkaar over praten. Misschien dat ik dat word, misschien dat het een ander zegt van dat wil ik ook oppakken. Maar er komt dus wel een verbinding, zeker vanuit de raad, naar de jongeren en wederkerig.